Hallo. Hey, lukt het allemaal? Ja. Ja? Ja. Wat ben je op zoek? Voor mijn man. Ja? Welke man ben je op zoek? 38. 38. Die zijn 36. Want is het lastig om zeg maar gewoon kleren te kopen in een normale winkel, zeg maar? Ja. Ja. Want als je met 50 euro per week moet doen, ga je niet lukken. Kinderen, die liggen allemaal hier op tafel. Oh ja, bedankt. Als je niets gevonden hebt, dan kan ik achterin voor je kijken. Ja, is goed. Ja? Ja. Onze man op Zuid is deze week op bezoek bij de kledingbank van Marianne Ignacia in het buurthuis van Zuidwijk aan de Slingen. Het is jouw idee geweest om hier een kledingbeurs te beginnen? Ja, klopt. Ja. Hoe ben je ooit op dat idee gekomen? Oh, ik heb het zelf vroeger. Ik kom zelf uit Utrecht. En ik had er vroeger ook zelf in de schuldsanering gezeten en krap met 4 kinderen. Ja, je zat zelf in de armoede? Ja, klopt, zeker. Ja, ja. En sinds vorig jaar, oktober, ik loop er al een paar jaar mee, maar elke keer dat schieten me door me heen. En de laatste keer had ik het met mijn jongste zoon eruit en dat ik wel dat wilde gaan doen. En hij zei, maar waarom doe je dat niet? Marianne begon thuis, maar al snel stond haar hele huis vol met dozen. Zo populair was de gratis kleding. Maar nauwelijks een jaar later in het buurthuis precies hetzelfde verhaal. Als u ziet. Beetje te grap. Ja. Kijk. Jeetje. Ja. Ja. Ja, aan de ene kant is het mooi dat het zo'n succes is. Ja. Ja. Maar waar loop je tegenaan? Wat merk je? Waarom is het moeilijk? Ja, ik kan niet alles ophangen. En soms mensen willen wat hebben. Kan ik niet vinden eventjes. Ja. En hierachter zit ook wat. Nog meer? Ja. Ja, 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 ja. En soms heb ik die van mijn eigen huis en kom ik ook hier brengen. En thuis heb ik ook nog wat liggen. Deze. Moet je deze maar kijken, kijk. Ja. 104 moet je kijken, ja? Ja. Okay. Jij wil de mensen hier uit jouw buurt helpen? Ja, ja, ja. 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 Want wat zie je hier in Zuidwijk, hier in Sjaarloos? Ja, ik zie wel mensen die het wel echt, toch echt nodig hebben. Ja. Ja. Ja? Ja, klopt. Mensen echt in armoede? Ja, 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 ja. Marianne is dit eigenlijk gestart omdat ze vroeger zelf ondervonden heeft van ja, wat het is om geen geld te hebben, dus geen kleding te kunnen kopen. Het mooie van deze kledingbeurs is dat iedereen kan komen. Mensen komen nu wat vroeger met een verwijsbrief, dan kan je op je gemak uitkiezen. Maar we kijken eigenlijk niet van naar je inkomen. We kijken gewoon, ja, als je komt zou je het wel nodig hebben. Wat kost het hier? Dat kost helemaal niks. Niks? Is nee. Gratis? Ja, gratis. Iedereen mag 2 tassen vol met kleding meenemen. Wat ze nodig hebben. Schoenen, kleren, broeken, ondergoed. Ja. Alles wat ze nodig hebben. Ja. Zit er al wat bij? Ja hoor, ja? Zit wel wat bij. Wat is de situatie waar u in zit? In de problemen. Ja? Ja, net zoals 100.000 andere Nederlanders. Ja. Armoede. Ja. Ja. Want is het lastig om zeg maar gewoon kleren te kopen in een normale winkel, zeg maar? Ja. Ja. Want als je met 50 euro per week moet doen, ga je niet lukken. Ziet u veel armoede hier in de buurt? Nou, het is eigenlijk, ik doe dit werk al heel lang. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ik was helemaal in shock toen ik bij mensen binnenkwam die geen vloerbedekking hebben. Dat had ik nog nooit gezien, heel mijn leven nog niet. Kinderen die op beton kruipen. Er wordt wel gezegd dat het beter gaat, maar het is gewoon niet zo. En zeker hier in deze wijken niet. Mensen hebben het echt heel erg arm. En dat is met voedsel, kleding, huisinrichting. Mensen hebben klein inkomen, er gaat iets mis. Je gaat de wasmachine op afbetaling kopen, kan de afbetaling niet doen en zo. Je krijgt het gewoon niet meer aangevuld en zo ga je van het een in het ander. Je betaalt 1 keertje de huur niet, want volgende maand ga je dat doen. Ja. En daar ga je? En daar ga je. Hele normale mensen eigenlijk? Hele normale mensen, ja. Het kan mij ook overkomen. Hè? Want je denkt altijd, het overkomt mij niet, maar ik kan morgen ook mijn baan kwijt zijn. En dan 2 maanden moeten wachten voordat ik een uitkering heb en mijn huur moeten betalen. En dan, ja, dan heb ik ook een heleboel problemen. Hè? Ja. Dus jij zoekt een nieuwe, grotere plek? Ja, ik ben op zoek naar een grote ruimte. Ja. Dat ik alles kan ophangen, dat ik mensen ook beter kan gaan helpen en ja. Aan dingen aan kunnen bieden. Want in de dozen is het een beetje moeilijk
Ik snap het. Om te uit te zoeken wat de mensen nodig hebben. Je wil de kleding gewoon kunnen laten, dat de kleding kan blijven hangen, zeg maar. Ja, dat is het idee. Goed zo, ja. Dus als mensen wat weten? Ja, als mensen wat weten, heel graag.